geniet altijd van de kleine dingen, van de mooie dingen. En er zijn er soms wel mindere dingen, ja, die zijn er ook, maar er zijn altijd veel meer mooie dingen. Dat is eigenlijk wat mij, dat keeps me going. Mijn conditie ging heel erg achteruit. Als je al trap opliep, dan was je al buiten adem. Je was snel moe en je werd ook gewoon op zo'n plat hol als gewoon moddervet. En ja, het was eigenlijk optelsom van heel veel kleine dingen. En op een gegeven moment, het slikken ging moeilijk. Dat was het ademhalen en dat soort zaken allemaal. En ik had echt het gevoel van, joh, er lijkt wel een biljartbal in mijn keel zit. Dus nou ja, toen zei mijn vrouw van, ga dan naar de dokter. Maar ja, een beetje eigenwijs. Uiteindelijk weet je, je moet wel. Want het werd gewoon steeds erger en erger. En ja, toen kwam dus de uitslag van, ja joh, dit is gewoon niet goed. Deze moeten we verwijderen. Ik ben geen fan van het ziekenhuis. Ik ben eigenlijk op dat vlak enorme scheidend. Alles met een naald, nou, dat vermijd ik liever. Maar ja, uiteindelijk moet het toch. Ja, het ging eigenlijk voor mijn gevoel heel snel. Je wordt in slaap gebracht, voordat je het weet, voor je gevoel. Je wordt wakker. Ik werd wel heel onrustig wakker, wat ik wel heel fijn vind. En had ik tegen hem ook wel tegen die chirurg gezegd van, joh, ja, ik word meestal onrustig wakker. En toen stond hij bij mijn bed en zei, Ivo, doe rustig jongen, het is goed gegaan. Het is helemaal goed gegaan, geen probleem. Nou, dat gaf mij heel veel rust. En dat vond ik eigenlijk wel heel prettig. En ja, ook op zaal en dat soort dingen, ik was ongelooflijk moe. En eigenlijk, je slaapt alleen maar. En eigenlijk dat traject heb ik als heel, heel prettig ervaren. Ook de nazorg en noem maar op. Ja, en toen hij uiteindelijk verwijderd is, dat was wel een opluchting. Want je kunt eigenlijk gewoon, je voelt je in één keer een stuk fitter. Je kunt eigenlijk weer beter ademhalen en slikken en noem maar op. Je voelt je in één keer heel energiek. Maar dat werd ook heel snel minder, want je mist wat. Dan krijg je het traject van instellen. En de eerste keer, dat was onder begeleiding van die chirurg. Nou, dat hebben we ook altijd heel prettig ervaren. Die heeft me eigenlijk nog het beste uitgelegd. Van, oh, joh, het moet tussen die en dat moet het zitten. Ja, en dan moet je maar kijken of je je goed voelt, ja of nee. En als je je niet goed voelt, ja, dan hogen we op of verlagen we wat of wat dan ook. En zo is het eigenlijk gegaan. Nou ja, in het begin, ik weet niet meer precies, maar laat zeggen dat het een half jaar geduurd heeft voordat het uiteindelijk voor mij goed was. En toen voelde het ook goed. Hè. Toen, ik zei dat afvallen ook, joh, hoppakee, de kilo's vlogen er met gemak vanaf. En later, moet ik zeggen, is het dat instellingstraject, ja, zeker toen die bepaald medicijn wegviel, ja, was het een kommer en kwel. En ja, dan vind ik wel, ja, dat traject heb ik alsnog als minder ervaren. Ik heb een tijd gehad, zeg je, ik voel me gewoon echt niet goed. Ja, dan een huisarts is daar heel begripvol in. En die zegt, joh, ja, dan wijs ik je gewoon door naar de specialist. Maar ja, die koppelde terug, ja, hij zit in de goede waarde, dus hij hoeft niet te komen. Ja, dan, ja, laat ik zo zeggen, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Dat was een week of twee geleden, want ik laat mijn waardes met regelmatig controleren. En als ik me echt niet goed voel, dan wil ik ook weten waarom. Dus dan laat ik het nee, dat zit goed. Maar volgens mij, het kan altijd net iets beter. Maar dat blijft altijd, ja, ik denk voor de twee partijen. Niet alleen, ik ben natuurlijk een partij en de andere partij. Ja, is het elke keer zoeken. Goh, wat is goed, wat is beter? En ja, en je moet het soms ook gewoon treffen. Daarvoor heb ik eigenlijk altijd artsen gehad die dat goed begrepen en snapten. Of mij geruststelden van, joh, Ivo, het is echt goed. Nou ja, en meestal 9 van de 10 keer hadden ze gewoon gelijk. Alleen aan de psychische kant, dat ging eigenlijk steeds slechter. Ja, ik noem dat echt depressieve klachten, ja. Het was echt, dat je eigenlijk... Ja, als je de klachten hoort, dan hoort het echt bij depressie. Dat jij gewoon doodmoe bent, eigenlijk niks wil, niks kan, nergens zin in hebt. Je wil eigenlijk alleen maar in je bed liggen, je wil eigenlijk niemand zien, je wil eigenlijk niks doen. Maar gelukkig heb ik nooit iets gehad van, ik maak er een end aan. Want achteraf iets in mijn hoofd zei altijd van, nee joh, je hebt nog te veel of iets moois om voor te leven. En dat is denk ik ook een beetje mijn redding geweest.
Mijn actieve leven stond natuurlijk in die periode zeker in het begin. Laat ik zeggen, vanaf het verwijderen van een schildklier tot, laat ik zeggen, nu mag een jaar. Ja, misschien iets langer. Iets langer misschien. 14 maanden, dat zal het zijn. Dat is eigenlijk een periode in mijn leven waar, waar je eigenlijk een beetje stilstaat. Je leeft wel, maar je leeft niet echt. Ik zeg, je neemt het leven niet op. Dus echt, daarom is echt dingen, goede herinneringen eraan. Ja, dat heb ik eigenlijk niet. Want heel veel dingen ben je gewoon vergeten. Want ja, je neemt het eigenlijk niet op. Dus eigenlijk je korte termijn geheugen, een lange termijn, alsof die is uitgeschakeld. Ja, dat is ook natuurlijk met depressies misschien te maken. Ik weet het allemaal niet. Maar of met die pillen, dat kan natuurlijk ook. Daar word je ook niet altijd blijer van. Het vlakt je emoties heel erg af. Maar ja, het helpt je wel. Die psychische klachten, dat werd natuurlijk steeds erger. En ook dat mijn vrouw op een gegeven moment zei, joh vriend, ik vind het heel leuk en aardig, maar jij gaat nu naar de HIV, naar de dokter. En je gaat er even praten. Nou ja, die dokter had volgens mij een minuut nodig om te zien van, joh, dit gaat echt niet goed. Je krijgt van mij de antidepressiva, de pannen. En je gaat naar een psychiater. Ga maar naar deze. En meld je daar maar. Die neemt het dan ook over. Die zal misschien ook andere pammetjes voorschrijven of antidepressiva. Maar daar ben je in goede handen. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik ben met mijn vrouw daarheen gegaan. En ja, eigenlijk van die hele eerste periode weet ik eigenlijk niet zo gek veel meer. Want je concentratieniveau is ook 10 keer niks. Of je neemt, of je onthoudt het niet, of weet ik veel wat allemaal. Dus misschien het eerste jaar heb ik weer geleefd. Een soort automatische piloot of zoiets. Ik kan me daar niet echt veel dingen meer goed van herinneren. Maar wat ik wel weet, dat het langzaam wel steeds beter ging. Dat ik op een gegeven moment moest ik elke keer gebracht worden, bijvoorbeeld in het begin. Want echt autorijden en die antidepressiva, ja, dat gaat ook niet altijd samen. Maar ja, goed, dat ging ook steeds beter. Dan kreeg je volgens mij ook andere pammetjes. Dan wil je wel weer rijden. En uiteindelijk is zo die weg omhoog gegaan. Totdat wat ik nu ben. En ik heb het eigenlijk geluk gehad dat ik een goede psychiater had. Die eigenlijk niet over de depressies praatte. Maar over, moet je kijken hoe mooi het weer is. Oh, de vogeltjes fluiten. Hey, die voetbalwedstrijd gezien. Nou, die had ik niet gezien, want voetbal vind ik niet zo interessant. Maar eigenlijk zat dat soort praat. En eigenlijk nooit, eigenlijk achteraf hebben wij nooit gepraat over van, joh, hoe voel je je, of wat is met je depressies en dat soort zaken allemaal. En ja, dat was ook voor mij dan elke keer weer, 3 keer in de week moest ik komen bij hem. Dat werd steeds na verloop van tijd werd dat 2 keer in de week, en dan later 1 keer in de week, en later 1 keer in de 2 weken. Dan heb ik zo'n 2,5 jaar of zo bij hem gelopen. En op een gegeven moment ben ik op een punt gekomen van, die pillen, daar heb ik echt geen zin meer in. Want dat vlak je heel erg af. Het kwaliteit van leven, ja, je leeft wel, maar de emoties komen niet binnen. En gelukkig ging het met de schildklier steeds beter. Uiteindelijk heb ik toch de goede instelling gevonden. Dus dat vlak ging steeds beter. Ja, dan wordt je lichaam ook steeds beter. Dan kun je ook steeds meer dingen doen. En dat heeft mij op een gegeven moment ook goed geholpen om, het geestelijke weer op een rijtje te krijgen. Gewoon dingen doen. Ja, dat was mijn dingen. Genieten van kleine dingetjes. De genietmomentjes en de genotmomentjes. En zo ben ik heel langzaam eigenlijk ook uit dat psychische dal gekropen. Wat eigenlijk ook min of meer ook veroorzaakt is door de schildklier. En natuurlijk ook de situatie van onze zoon. Dat telt natuurlijk ook mee. Het is altijd een optelsom van. Je kunt ermee leren leven, je kunt er niet mee leren leven. Ja, weet je. Ik heb ermee te leren. Ik heb geleerd om ermee te leren. Door eigenlijk, ik heb nooit met hem over die depressies gepraat. Nooit. Heeft hij nooit over begonnen. Nu achteraf denk ik, ja, we hebben eigenlijk alleen maar elke keer was het een gezellig gesprek. Over van alles en nog wat. Verzin het maar. En daar begon hij elke keer mee. Zeker in het begin heb je de helft van de gesprekken kon niet eens onthouden. Maar gaandeweg
Ja, het was gewoon elke keer gewoon eigenlijk gewoon heel gezellig. Ja, dat klinkt heel stom misschien, maar ja, voor mij werkte dat. En daarmee gaf hij eigenlijk aan van, joh, concentreer je niet op wat slecht is. Ja, want ja, dat is slecht en dat blijft misschien, dat is een deel van je. Ja, accepteer het dan maar. Ja, maar ga verder. Er zijn nog heel veel andere leuke dingen. En dat was, ik praat er nu heel makkelijk over, maar het is, ja, het is een lastige weg die iedereen zelf moet lopen. En zelf bepaal je hoe je hem loopt. Dat gaat met horten en stoten en vallen en opstaan. Maar uiteindelijk heb ik wel gemerkt, ja, het is een weg die heel langzaam wel omhoog gaat met horten en stoten. En nu, ik voel me dat betreft geestelijk gewoon eigenlijk heel goed. Dan heb ik wel eens een slechte dag, ja, die heb ik zeker. Maar ja, meestal de volgende dag is het dan weer prima. Of er is toch weer iets anders wat afleidt. En wat mij eigenlijk altijd geholpen heeft, is altijd, zoek altijd een beetje afleiding. Je kunt gaan zitten en zitten piekeren en dan kun je ook uren doen. Kan ik ook. Maar ja, ik heb wel gemerkt, dat brengt mij niet verder. Dus als ik elke keer toch een beetje bezig blijf, en zo heb ik dat ook gedaan in het begin bij wijze van spreken, van dat ik voor mijn gevoel heel veel gedaan had. Ik zei, ja, ik heb de kast opgeruimd. Nou, jij hebt het misschien goed gedaan, jongen. Nou ja, er waren misschien maar twee dingen die ik weggehaald heb, maar maakt niet uit. Voor mijn gevoel was het heel veel. En gaandeweg bouw je dat gewoon uit. En als je gewoon lekker een beetje bezig blijft de hele dag door, weet je, dan voel je ook goed. Want elke keer vervul je een taakje. En elke keer doe je het taakje goed. En dat voelt ook goed. En zo heeft mij dat eigenlijk geholpen. Ook niet alleen psychisch, maar ook eigenlijk lichamelijk om steeds beter te worden. Blijf dingen doen. Blijf niet zitten en zeggen, joh, ik ben zielig. Ja, dat ben je. Maar als je dingen gaat doen, al zijn het maar kleine dingen, is elke keer weer een taakje volbracht. En dat geeft je een goed gevoel. En zo heeft mij dat eigenlijk geholpen. Na een jaar ging het gewoon eigenlijk dan steeds beter. En elke keer gaat het steeds beter. Kom eigenlijk de dingen weer terug. Dan kun je ook veel meer dingen, krijg je ook veel meer zin in dingen. Het gaat altijd met horten en stoten, maar uiteindelijk word je steeds fitter en voel je ook steeds beter. En ja, sommige dingen is ook accepteren. Ja, ik viel 40 kilo af. Ja, dan zit je op 90 kilo, wat was het, of 85, ja. En als het sommige dingen gaan niet goed, ja, voor je het weet zit je zo weer op 120. Ja, ja, heel vervelend, maar ja, wat een keer afgaat, het gaat ook weer een keer af. Het jojoot een beetje. Op een gegeven moment heb ik gezegd, joh, ik stop met die medicijnen, daar heb ik geen zin meer in. Want eigenlijk moet je de rest van je leven dat soort pillen gaan slikken, dat ga ik niet meer doen. Dan zegt hij, ja, psychiater, dat is goed, gaan we langzaam afbouwen. En ik heb eigenlijk, ik zei, het gaat nooit weg, het is altijd bij me. Maar ik heb geleerd ermee te leven. En ook zonder die pillen. Want dat heb ik eigenlijk, ik slik ze al, van dikke 8 jaar niet meer. Ruwweg. En ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Ja, wat ik eerder al zei, ja, soms heb ik een slechte dag. Ja, nou oké, prima. Jammer dan. Maar ja, daartegenover staat altijd weer 10 goede dagen. Maar belangrijk is wel, doe dat altijd wel met een professional naast je. Ga er niet zomaar zelf mee aan de slag of wat dan ook. Want dan gaat het denk ik fout. Ik had gelukkig goede ondersteuning, mijn lieve schat. En een goede psychiater die mij daarin geholpen heeft. En heel langzaam eigenlijk die stap genomen en langzaam afgebouwd. En dat is eigenlijk voor mij is dat heel goed gegaan. Doordat ik zelf gezegd heb, jongens, ik blijf lekker bezig. Ik blijf altijd het positieve opzoeken. Hoe moeilijk dat soms ook is. En ook dat je soms een dag hebt van, nou, joh, toch doen, toch eruit, toch misschien wel even dat masker opzetten. En aan het einde van de dag denk ik, potverdorie, ik heb het toch weer gedaan. En dan toch weer een goed gevoel hebben. Voor mij was het geen drempel om naar een psychiater of arts of wie dan ook te gaan. Ik vind dat gewoon een normaal iets. Als je je niet goed voelt, ga je naar een dokter. Ja, als je je bovenkamer niet goed voelt, ga je naar een psychiater of psycholoog toe. Ja, logisch. Je kunt wel zelf gaan experimenteren. Maar ja, heel simpel. Dat werkt gewoon niet. Ga altijd naar de expert.
Mijn vrouw heeft... Dat moet ik zeggen. Mijn vrouw is altijd een hele grote steun geweest. Hè? Lief zijn en steunen en een aai of je bol wanneer het nodig was. Maar soppelde je kont wanneer het ook nodig was. En dat heeft mij altijd goed geholpen. Hè? Je kunt altijd wel iedereen begrip tonen en dat is ook heel belangrijk. Maar af en toe een schoppelde je kont. Doet ook wonder hoor. En bij mij zeker. Hè, dat ze zeggen, ja kom op vriend, nou is mooi geweest. Hoppakee, dat werkt voor mij. Ik wil niet zeggen dat het bij iedereen zo werkt, maar bij mij werkt dat wel. Zeg ik, kom op, hou eens even op zich. Ja, en nou, hoppatee, nu ga je dat doen, had je idee. Nou ja, weet, dat werkt. Dat was bij mij. Dus eigenlijk de goede mix. Ja, begrip tonen wanneer het soms nodig is, maar soms ook zeggen van ja vriend, tot hier en niet verder. En daarmee geeft ze soms, want op een gegeven moment weet je soms zelf de grens niet meer. Dan dus geeft zij hem aan. Nou, dat heb ik als heel fijn ervaren. En dat heeft mij heel goed geholpen om eigenlijk uit zo'n dal te klimmen. Maar soms doet ze het nog steeds. Ik zeg, joh, weet je, doe jij vandaag maar eens even rustig aan, want dit is volgens mij niet je dag. Ja, of ga even lekker een boekje lezen of weet ik veel wat, of met de hond lopen. En dan, nou ja, dan doe ik dat ook meestal, want ja, vaak heb je het zelf niet in de gaten. En zij dan wel. Dus wat dat betreft heb ik een partner, en daar mag ik echt blij mee zijn, die mij daar altijd goed in geholpen en gesteund heeft. En ook soms doorpakt. En dat is ook prettig. Nou, toen ik eigenlijk de diagnose kreeg van, joh, je hebt een struma, dus ja, voor mij, ik noem het altijd de biljartbal. Ja, dan ga je echt dingen opzoeken en ga je lezen en dan kom je ook in contact met mensen die toevallig ook iets met hun schildklier hebben, niet per se hetzelfde. En dan sta je eigenlijk verbaasd hoe in je eigen omgeving best wel wat mensen zijn die dat hebben. En ik was eigenlijk verbaasd dat er best wel veel was. En die vertelde eigenlijk wat zij hadden en wat ze dan dat ze medicijnen kregen en dit en zus en zo. En dan kreeg je de welbekende adviezen. Goed bedoelde adviezen. En ja, internet is natuurlijk daar een heel fantastisch hulpmiddel voor. Maar ik heb wel gemerkt dat daar wel heel veel informatie is. Maar ja, of het nou echt allemaal klopt, dat vraag ik. Ja, ik ben altijd één bron is geen bron. Dus je moet altijd meerdere dingen goed lezen en dan je conclusies uittrekken. Maar ja, dit onderwerp is toch op een gegeven moment wel zo ingewikkeld. En zo ben ik ook langzaam ook bij SON gekomen. Want ja, weet je, wat daar staat, dat kun je wel gewoon als waar aanvaarden. Want ja, dan zetten ze het er niet op. En dan zie je dat daar echt een enorme berg aan informatie zit. En ja, dat ga je dan zoveel mogelijk allemaal lezen. Nou, op een gegeven moment de filmpjes is natuurlijk ook altijd wel erg handig. Dat is nog prettiger, dan hoef je niet te lezen. En zo kom ik eigenlijk aan mijn informatie. Maar ook gewoon praten met mensen die ergens last van hebben.